Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door bitcoinmeester.nl, probit.com, coinmotion.nl en knaken.nl. Ja, we worden er een beetje schor van, maar we hebben een nieuwe all-time high. Yes. Dus we gaan keihard door. We zitten nu op de 19.700 ongeveer. As we speak. Ja, ik denk... Dus we weten niet hoe het is als je dit luistert, maar we zitten heel dicht bij die 20.000. Precies. Nou ja, goed, een hoop positiviteit natuurlijk. Steeds meer partijen die in Bitcoin stappen. Zo ook Guggenheim Partners. Dat is vermogensbeheerder. Onder andere namens de Guggenheim-familie, bekend van het beroemde museum in New York. Toch wel opmerkelijk. Zij stappen dus ook in het Grayscale Fonds. Dus zij gaan niet direct Bitcoin kopen, Robin, maar... zij kopen aandelen in het Grayscale Fonds. Die vervolgens wel weer Bitcoin gaan kopen. Dus indirect toch wel weer een behoorlijke exposure. Ja, want niet, ze hebben het over 500 miljoen in dollars, hè, wat ze klaar hebben staan. Ze moeten nu nog toestemming vragen hier en daar. Dat ze ongetwijfeld bij een aantal partijen moeten. En dan zijn ze van plan om bij Grayscale zich zo in te kopen in het Bitcoin Fonds. Ja, hoe werkt dat eigenlijk, hè, dat Grayscale? We noemen het vrijwel... elke week. Komen vaak voorbij, dus, ja. Maar die smijten ook met miljarden natuurlijk. Hè. Die kopen, wat ze dus eigenlijk doen, is ze hebben een fonds. In dat fonds, dat staat voor een x-aantal bitcoin. Nu over de 500.000 bitcoin, geloof ik, uit mijn hoofd. Nou, reken maar uit, dat is flink wat geld. En investeerders, zoals Guggenheim Partners bijvoorbeeld, die kunnen dan een aandeel kopen in dat fonds. En van die cash koopt Grayscale bitcoin. Ja. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat mensen hoeven niet zelf bitcoin te kopen. Die worden fysiek gekocht door Grayscale. En zo kun je toch exposure krijgen door bitcoin. Meedoen met de mania die nu aan de gang is. Zonder dat je eigenlijk kunt profiteren van de dingen die bitcoin allemaal nog meer biedt. Maar je kunt in ieder geval wel meedoen met de prijs. Ja, precies. Ja, dat fonds, dat Bitcoin Trust, dat is groot. Hè? 509.000 bitcoin. Dat is eigenlijk het overgrote deel van de bitcoin die in handen is van beursgenoteerde bedrijven zoals Square en MicroStrategy onder andere. Ja. Maar ook Hut 8 en Galaxy Digital, dat soort bedrijven. Maar goed, het is blijkbaar toch een hele populaire manier, ook voor institutionele beleggers, om gewoon exposure te hebben aan bitcoin zonder dat ze bijvoorbeeld ook bitcoin moeten opslaan. Ik denk dat ook wel, zeg maar, het hele gedoe eromheen, het opslaan, de verzekering, wat gebeurt er als je keys kwijt bent, et cetera. Ik denk dat Grayscale daar ook wel een gat in de markt heeft met hun fonds. Ja, zeker nu, hè? Want nu beginnen natuurlijk dan de verhalen te komen, want letterlijk iedereen staat in de plus. Dus van al die partijen die we de afgelopen jaren hebben genoemd, van MicroStrategy tot Square, tot elke individu die een beetje bitcoin heeft gekocht in de geschiedenis, die staat in de plus. En dat zorgt gewoon voor een nieuwe buzz. Iedereen is enthousiast. En je kunt het daadwerkelijk ook met cijfers laten zien. Want je kunt wel praten over decentraliteit en overal ter wereld betalen en je eigen bank en zus en zo. Maar de prijs is daarin voor de message, zeg maar, toch wel heel belangrijk. En dat gaan we nu weer een rondje meemaken. Ja, MicroStrategy, ze hebben voor 425 miljoen gekocht. Hij staat nu op 752 miljoen, moet je nagaan. Ja, het is echt ongelooflijk. Ongelooflijk wat zij... hadden een gemiddelde aankoopprijs, geloof ik, van $11.111 dollar per bitcoin. Ja. Dus reken maar dus uit. Zij staan 325 miljoen dollar staan ze in de plus, Robin. Dat is toch wel lekker. Ja, dat kunnen wij niet zeggen. Nee. Maar kijk, zij hebben destijds MicroStrategy wel slim gedaan. Ze hebben dat niet gedaan via een over-the-counter strategie of via een fonds. Ze hebben wel fysieke bitcoin, maar zeg maar steeds, ze hebben steeds via een soort microtransacties gedaan. Steeds een beetje bitcoin gekocht. Microtransacties van een paar miljoen. Ja. Maar in ieder geval, hè, als jij een miljoen in bitcoin stopt, dan gaat die prijs over het algemeen op een liquide markt niet direct keihard omhoog. Dus op zich is dat denk ik ook wel een goede strategie. Een microstrategie. Ze hebben het, leuke woordspeling, ze hebben het inderdaad heel subtiel gedaan zonder in één keer
een heel dikke order neer te leggen, zodat ze de markt opblazen, hebben ze toen heel geleidelijk, trapsgewijs, in een relatief korte tijd al die miljoenen gebruikt om te investeren. En dat is eigenlijk een andere aanpak dan de meeste, volgens mij, grote partijen doen. Want bijvoorbeeld Square, die hebben niet zo lang geleden ook maar 1% van hun spaarpotje ging naar Bitcoin. Ja. En zij hebben ook gepubliceerd naar buiten toe van hoe zij dat hebben gedaan voor andere instanties. En ik heb het even doorgelezen en eigenlijk de samenvatting is vrij simpel. Zij zijn gewoon in zee gegaan met een over-the-counter desk. Waarbij zij zijn aangeklopt en zeggen van, nou, we willen zoveel bitcoin kopen, wat kost ons dat? En dat hebben ze op die manier gewoon betaald. Dus iemand had gewoon een potje bitcoin. En die hebben ze direct in één klap gekocht zonder dat daar een beurs aan te pas kwam. En het bijzondere aan Square is, die hebben natuurlijk de Cash App, waar je onder andere bitcoin kunt kopen en allerlei andere handel in Amerika kunt doen met aandelen, weet ik het allemaal voor spul. En daar hadden ze dus al een custody solution voor. Dus wat jij net zei, van dat je niet het gedoe hebt met keys managen en dat soort zaken. Square had dat in-house al geregeld. Dus die hoefden in feite echt alleen maar die bitcoin te kopen. En dan waren ze relatief klaar. Terwijl zo'n Grayscale, die heeft toch ook andere partijen weer die zij inhuren om dat te regelen. Ja, Square is natuurlijk ook echt een meer een technologiebedrijf. Ja. En als je het hebt over Guggenheim Partners, dat zijn toch, ja, ik noem het altijd maar een beetje grijze pakken in een kantoor in New York waarschijnlijk. Ja. Waar, ja, dat zijn gewoon investeerders die in principe gewoon met een Android in 2014 bij wijze van... dat zijn 50-plussers of misschien een paar 40-plussers, maar over het algemeen babyboomers die dat runnen. En ja, die willen dat gewoon uitbesteden natuurlijk. Het gaat hun gewoon om de exposure. Ja. En we zien natuurlijk, de algemene trend is wel... Maar misschien nog even terug van, er zijn dus verschillende strategieën om je bitcoin te kopen. Hè? Dus laten we misschien even op een rij zetten. Je kunt gewoon naar een beurs gaan of een broker. Die kopen gewoon op de spotmarkt hun bitcoin. Ja, dat is denk ik vooral voor private personen en voor mensen die vertrouwen hebben in hun technische kwaliteiten. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, dus misschien dat gewoon mensen die zelf dit gewoon zelf doen. Als jij, stel je bent miljonair en je hebt wel wat technische skills, dan kun je natuurlijk zelf op zich gewoon naar een beurs in Nederland of Amerika en dan sla je het zelf op, cold storage. Ja, als je kunt internetbankieren via een bankapp, dan kom je ook een heel eind met bitcoin. Maar je bent wel helemaal zelf verantwoordelijk en dat is optie 1. Maar waar deze partijen dus vaak voor kiezen is een tussenweg, zeg maar. Want Grayscale die heeft dus een extra partner die custody regelt. Square die doet het op een manier dat ze het zelf doen. Maar eigenlijk is de Cash App natuurlijk ook een soort van onafhankelijk van heel het bedrijf. Dus die hebben ook een solution gevonden om die custody te regelen. En dan heb je dus partijen die bij zo'n fonds inkopen. En die hebben zoiets van, ik wil mijn bitcoin helemaal niet eens bezitten. Ik wil er alleen in investeren. Ja. Ja, Grayscale die hier werkt gewoon samen met Bakkt. Bakkt die slaat het voor ze op. Ja, die is van de International Stock Exchange, toch? Of niet? Ja, of misschien Bitco. Een van die twee in ieder geval. Misschien wel meerdere, ja, misschien een beetje spreiden. En dat gaat natuurlijk gewoon, denk ik, via multisig uiteraard. En allerlei veiligheidsprocedures. Ja, en het is niet niks, hè? Want zo'n Grayscale, als er dan weer een 500 miljard aan de zijlijn staat van één partij. Ja. Die hebben straks zo'n gigantisch potje aan bitcoin. Dat moet zo veilig in elkaar zitten, want als dat misgaat, dan is het gewoon goed mis. Ja, je moet je nagaan. Dat is natuurlijk een enorme honeypot voor allerlei soortige aanvallers natuurlijk. Ja. En dat wordt een hele grote honeypot. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar bitcointreasuries.org, op zich wel geinig. Daar staan dus ook gewoon de nodige private partijen tussen. Die dus tijdens initial coin offering ook gewoon heel veel bitcoin hebben opgehaald. Hè? Ja. Dus zo'n Block One bijvoorbeeld, wat we kennen van cryptomunt EOS, die heeft gewoon 140.000 bitcoin, als het goed is nog, op de balans. Nee, ja. Maar om even aan te geven, dat je hebt nog heel veel, ja, een beetje ook gekke partijen die ook nog heel veel bitcoin hebben. Ja. Nou, het mooie van dit soort partijen vind ik, als je het hebt over de koersontwikkeling van bitcoin op termijn, is, kijk, deze partijen, als het goed is, die kijken niet op een dagje of een week of een maand, of misschien zelfs wel een jaar, over hoe de prijs ervoor staat. Die hebben hele andere doelen en hele andere plannen met hun vermogens. Die zijn niet bezig met de bullish candle en de hupplepup wick.
die kijken naar, gewoon naar de toekomst, veel verder. Ja, zeker. Zeker. Als we het hebben over toekomst, als we het hebben over strategieën, dan... maar ik zal heel even nog terug trouwens over... Want dan hebben we ook nog OTC. En OTC betekent inderdaad over de counter. In principe, die deals hebben niks te maken met de spotmarkt. Dus in zekere zin hebben die weinig van doen met de spotmarkt. Hoewel, en dat vermoed ik, dat bijvoorbeeld partijen zoals PayPal, maar ook inderdaad Square tot bepaalde hoogte... Die gaan natuurlijk ook naar die OTC-desk. Dan is het zo dat daar op de duur dan is daar misschien meer vraag dan aanbod. Maar bepaalde exchanges zijn natuurlijk ook aangewezen op die OTC-deals. Want daar verkopen bijvoorbeeld miners, verkopen daar hun bitcoin. Ja. En ook een Coinbase en een Binance. Binance heeft een eigen mining pool inmiddels. Maar, ja, maar dat valt niet tegen op termijn, tegen de huidige vraag. Nee, dus je zult, we weten ook wel dat exchanges zelf ook handelen natuurlijk. Dus zij zullen ook in hun eigen market making ook bitcoin verdienen. Dat kan niet anders. Ja. Dus maar alles wat wordt opgeslokt door instituten, dan wel individuele holders, dat komt niet meer zo snel op de spotmarkt. En dat gaat op termijn zorgen voor, ik weet niet of het illiquiditeit is, want bitcoin is razendsnel in het oplossen van die prijsverschillen en zo wereldwijd. Maar er gaat een moment komen dat bepaalde partijen niet zo makkelijk meer aan bitcoin kunnen komen natuurlijk. En dat is wat uiteindelijk de prijsontwikkeling gaat drijven, denk ik. Ja, als we gewoon de normale... Kijk, als we steeds meer van dit soort berichten binnenkomen, dat steeds meer institutionele beleggers de markt opkomen, ja dan. En we houden natuurlijk die gemaximaliseerde cap van 21 miljoen, waar nog steeds heel veel consensus over is. Ja. Dan moet die prijs wel omhoog, omdat het aantal bitcoin op de markt is sowieso al vrij klein, want een groot deel houdt gewoon vast. Ja, dat staat al jaren stil op hetzelfde adres. Ja, er komen maar 900 per dag bij. Dus over 2024 zijn dat er 450 per dag aan verse bitcoin, aan nieuwe flow. Ja. En eind 2025 is ongeveer 95% gemined. Dus dat begint toch winst. Nee, maar dan begint het toch al aardig. De tijd begint aardig te dringen. Ja, ik word er aardig bullish van, moet ik zeggen. Ik weet niet wat het Nederlands woord ervoor is, jij wel? Want bronstig is wat anders, hè? Ja, nee, inderdaad. Misschien is dat weer een ander gevolg. Dat kan. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar daar is deze podcast volgens mij niet voor. Wat zeg je? Ik zeg, daar is deze podcast misschien niet voor. Nee, dat wordt wel een hele rare podcast. Nee, maar dit is gewoon bullish signalen al over. En zeker nu, we nu opnemen, zitten we dus rond of over een all-time high. En dit soort nieuws, als er weer zo'n partij met 500 miljard aan komt kloppen om weer wat bitcoin van de markt te halen, dan kan het niet anders dat je op zijn minst een beetje positief bent over de gang van zaken. Ja. Is overigens geen zekerheid, hè? Want bitcoin heeft altijd laten zien dat het ook in gigantische uptrends in 2017 bijvoorbeeld, daalde de koers ook wel eens met 30% in een paar dagen. Ja, kijk, as we speak gaat de prijs ook weer iets dalen, hè? Richting 19.500. Ja. Weet je, maar dat hoort erbij. Dat is ook gewoon de markt. En mensen nemen winst. Of ze hebben op den duur is het gewoon die markt oververhit. En dan krijg je de derivatenmarkten overheen. Ze moeten de hypotheek betalen of de huur. Precies, je hebt miners die moeten hun bitcoin verkopen tussendoor. We weten dat de Chinese overheid ook wel behoorlijk wat druk legt op miners. Dus die willen een deel van hun hashpower verplaatsen. Dan heb je misschien toch nog wel wat regulering wat er aankomt. Er komt genoeg op de weg. We hebben natuurlijk die... Nou, laten we dan gelijk maar even een bruggetje maken naar de plus token. Ja. Want China die neemt 4,2 miljard aan cryptocurrencies in beslag. Plus ook is het een enorme Ponzi, hè? Een van de grote oplichtingszaken binnen crypto. Het gaat om gigantische bedragen ook. En hoeveelheden aan bitcoin. En bijna alleen al 200.000 bitcoin gaat het om. Ja, die in beslag is genomen. Of 194.000 om precies te zijn. Nou, hoe steekt het...
Hoe steekt het? Ja, misschien kun jij het even kort uitleggen, Robin. Hoe dit verhaal in elkaar steekt. De Plus Token, dus gewoon een Chinese klassiek piramidespel. Er werden grote winsten beloofd voor een token op een of andere handelsbeurs, waarmee je dan meer geld kon gaan verdienen, et cetera. Maar het is eigenlijk allemaal al troep, maar deze token heeft niet eens ooit bestaan. Dus mensen die investeerden hun bitcoin en andere coins in de Plus Token, die dachten ze dat ze gingen krijgen. Nou, daar was niks van waar. Het is allemaal één grote poppenkast geweest. En volgens lokale media zijn er ongeveer 2 miljoen mensen ingetrapt. Ja, bizar. Voor omgerekend $7,6 miljard. $7,6 miljard voor iets wat niet bestaan heeft. Ja, dat is natuurlijk die gekte geweest. Dit dateert van 2018 nog. Dus eigenlijk nog na de ICO-hype. Maar toen had je toch een soort na-eiling daarvan. Ja. En dus dit speelde van 1 mei 2018 tot 27 juni 2019. Toen is dat helemaal uit elkaar gespat. Uiteindelijk zijn er 15 man ook opgepakt. Die krijgen flinke straffen van 2 tot 11 jaar. Gevangenisstraf. Dat vind ik dan meevallen voor die miljarden. Dus ze moeten ook wel schadevergoedingen betalen tussen de $100.000 en $1 miljard. Dus dat is andere koek. Dat ligt er niet om. De Chinese overheid gaat deze bitcoin en heel veel andere cryptocurrencies gaan ze niet op de balans zetten. Dat gaan ze verkopen. Dus dat kan op zich natuurlijk ook wel. Dat is even de vraag hoe ze dat gaan doen. Gaan ze het via veiling doen? Ik zag vooral een tweetje voorbij komen. Ik weet even niet meer wie. Dus pin me er niet op vast. Maar er was ook een verslag over dat het een on-chain analysis van die adressen. Dat er al eerder zulke soort grote bedragen in beslag zijn genomen. Maar dat het nu pas echt naar buiten komt. Dus het zou kunnen dat ze daar al mee begonnen zijn. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen dat het niet zo is dat er morgen ineens al die bitcoin te koop staan vanuit China. Ja. We weten niet precies hoe dat de markt op is gekomen of gaat komen. En jij zegt van ze zetten het niet op de balans. Maar eigenlijk zou je denken, wat heb je te verliezen? Ja. Ja. Nee, want dat is ook de reden waarom al die bedrijven nu in bitcoin stappen. Is ze hebben gewoon minder vertrouwen in fiat geld. Ja, en in andere investeringen, hè? Want van oudsher gingen ze er misschien wat anders mee doen. Dan kocht je hier een bedrijfje daar en een bedrijfje zus. En dan verschoven je met geld een beetje zo. Maar blijkbaar zijn er nu langzaamaan bedrijven die ook zoiets hebben van... Nou, volgens mij is bitcoin gewoon de beste optie om in ieder geval mijn vermogen veilig te stellen. Ja, kijk, stel dat jij een bepaalde positie hebt in de markt. En ja, goed, je zit de rek is er een beetje uit als bedrijf. Dan ja... En je zit op die berg met geld. Waarom zou je dan niet een deel daarvan in bitcoin steken? Ja, zeg maar het deel wat je echt kan missen. Ja, het hoeft niet gelijk all in. Je hoeft niet gelijk je reserves voor het personeel of wat dan ook erin te stoppen. Net als Square, die heeft dus 1% gedaan van hun balans. Nee, maar dat is dan vaak de aanname. Dat is misschien ook wel een beetje door deze Wild West. Het is soms nog een beetje een Wild West-industrie. Maar als je het heel meetbaar maakt en zegt van... Nou, je stopt 1% van je cash op je balans in bitcoin. Heel simpel. Dus van €100 stop je €1 in bitcoin. Ja, wat is dan het risico? Ja, 1% van je vermogen. Dat je inderdaad 1% van je vermogen verliest. Ja. Dus dat en nou ja, goed. Zie je dat gebeuren? Dat zo'n China zegt van, hey, ik hou het gewoon vast? Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat landen, maar dat is even een aanname, landen die minder afhankelijk willen zijn van de Amerikaanse dollar, die zullen eerder ook wel naar alternatieve currencies kijken. En dan zal bitcoin daar ook wel bij horen. We zien Venezuela natuurlijk, Iran. Ja, je hebt ook nog zo'n rumor, toch? Dat Hongarije was het, geloof ik, of Bulgarije? Een van de twee. Bulgarije. Bulgarije, ja. Die hebben ooit x-aantal voor... miljarden euro's aan bitcoin wat ze nu waard zijn in beslag genomen. En dan gaat het gerucht dat ze dat nog steeds niet verkocht hebben. Ja, moet je nagaan. Dan zou ineens Bulgarije een van de rijkste landen van Europa zijn. Als we een paar stapjes verder denken, ja. Ja, het zou, dat zou een mooie, althans mooi, dat zou een change zijn. Interessante stap. Het zou ook wel de vraag zijn wat een overheid daarmee gaat doen dan natuurlijk. Hè? Ja. Of dat dan toch bij een select groepje...
bestuurders terecht. Ze gaan het in ieder geval niet airdroppen als subsidie aan iedereen van de bevolking. Dat geloof ik niet, nee. Nee, dat geloof ik ook niet. Nee, er blijft wel wat aan de strijkstok hangen, denk ik. Maar goed, ja. Dan zijn we... maar goed, even terug misschien naar de markt. We zien wel een trend van goud naar bitcoin. Als we verhalen mogen geloven van goed geïnformeerde goldbugs uit Amerika. Ja. Bijvoorbeeld zo'n Dan Tapiro. We zagen ook de Nederlander Jan Nieuwenhuis. Dat is ook iemand die de goudmarkt goed volgt. En het zegt van largest outflow from gold ever. Dus er is in ieder geval wel een outflow bezig in die markt. Van goud naar waarschijnlijk andere assets, waaronder dus ook bitcoin. En ja, dat wijst erop dat in ieder geval dat het vertrouwen in bitcoin aan het toenemen is. Dat de interesse in bitcoin aan het toenemen is. En het zijn natuurlijk wel, het zijn wel gewoon mannen met geld. Mannen en vrouwen met geld. Die in deze... Ja, misschien bekijken we het wel een beetje door een bitcoin bril. Maar ik denk, kijk, als we de nieuws die we net hier hebben aangehaald over de aankopen van, de vergrote partijen richting bitcoin. En op dat moment, op hetzelfde moment is er een soort van outflow gaande bij goud. Ja, dan zou je inderdaad kunnen stellen van een deel van dat geld gaat misschien wel naar bitcoin. Ja, kijk, mannen zoals Raoul Paul is natuurlijk toch wel iemand, hoe dan ook. Die doet eigenlijk een soort coming out op Twitter. Hij zegt, oké, last bomb. I have sell order in tomorrow to sell all my gold and to scale it into buy bitcoin. En ook ether dan, maar dan wel een verhouding van 80% bitcoin en 20% ether. Nou, goed, dat is netjes. Hè? Ja, zijsprongetje naar die Paul, want... Die maakte ook kenbaar dat hij wel interesse had in Ripple en weet ik het allemaal voor andere investeringen. Daar werd hij een beetje op kapot gemaakt op Bitcoin Twitter natuurlijk. Dat hoort er ook een beetje bij als je in het wereldje van Bitcoin rondhangt, denk ik. Kijk, en wij zelf zijn natuurlijk al enige tijd daar helemaal klaar mee. En hebben voor ons het Bitcoin licht gezien en doen daar verder niks meer mee. Maar het is ook ik mis soms ook wel een beetje nuance. Want als zo iemand naar 90% van zijn geld in Bitcoin stopt. Wat maakt het dan uit dat die 10% andere shit doet? Is ook zo. Is ook zo. Kijk, ik ben persoonlijk 100% Bitcoin. Zeg ik dat nou wel? Ja, zal ik het zo zeggen? Van al het fiat geld wat in cryptocurrency zit, is 100% Bitcoin. Ja. En hier en daar wel misschien nog een duurzaam fondje bij een bank of zo. Maar dat is het dan wel. Dus dat betekent. Kijk, ik geloof ook dat Bitcoin gewoon blijft koning van de markt. Dat is gewoon zo. Er moet wel iets heel geks gebeuren qua technologie of qua community ook. Of qua liquiditeit, qua vertrouwen. Ik bedoel, het ecosysteem is zo sterk. De technologie is zo sterk, transparant. Alles is na te zoeken. Je kunt tot elke sat toe is alles na te rekenen. En vrij goedkoop, hè. Je kan dat voor 100 euro, max 200 euro, kan je aan de slag. Welke oude laptop die je hebt liggen, kun je het zelf allemaal na gaan tellen. En ik vond het wel grappig, want het is ook een beetje een soort van tactiek, hè. Want Raoul Paul is Real Vision tijd teruggestart. Ja. Nou, dat is een betaal in een bepaald bedrag per maand. Ik weet niet eens hoeveel. En op een gegeven moment wierp hij zich een beetje op als van bitcoin. En langzaamaan zie je hem een soort van trappetjes nemen van ik ga Ethereum er ook bij betrekken. Want dan horen die ook. Het is ook een soort van verdienmodel bij hem. Hè? Daar kan wel alleen wat wij doen, wij focussen ons alleen op bitcoin. Maar hij heeft zoiets van, hij moet al die mensen proberen te grijpen. Dus hij begint met bitcoin, dan heb je een beetje legitimiteit, et cetera. Dan gaat hij naar Ether, die doelgroep spreekt hij aan. Nu kwam hij bij Ripple uit. En zo probeert hij ook een beetje heel die groep van crypto mensen aan te spreken, denk ik, voor zijn brand. Ja, nee, inderdaad. Kijk, het grappige is natuurlijk dat het grappige aan Twitter is dat die ook gewoon natuurlijk, je moet direct rekenschap afleggen over je uitlatingen. Ja. En dat is juist ook een mooie. Als je stoer wil doen op Twitter, dan moet je ook rekening houden met wat backlash. Hij heeft gelijk al een weddenschap aangenomen van Pieter McCormack.
Over. Wat dan? Ja, over inderdaad welke beter gaat presteren, Bitcoin of Ether, de komende 12 okay. maanden in Bitcoin termen dan. Hè? Dus of de Ether BTC chart het beter gaat doen. Dus, wederom, dat is ook gewoon Pieter McCormack tactiek, want die heeft al meerdere van die weddenschapjes lopen. Dan heeft hij de rest van het jaar kan die tweet naar grote mensen op Twitter. Ja. Die geven hem ook weer engagement. Nee, dat is toch, het is toch leuk, weet je wel. Dat, ja, vind ik ook. Dus dat houdt het ook levend. En, maar goed, de dominante trend van 2020 is gewoon dat het grote geld Bitcoin ontdekt. En we hebben in 2018 riep men dat al, 2019 nog meer. Maar we zien nu pas dat het echt begint in te kicken in de markt. En ook... Ja, toch, het loopt toch weer een soort van parallel met die helvening. Dat is toch ook wel opvallend, vind ik. In datzelfde jaar. Ja. Ja, klopt. We gaan zien hoe het volgend jaar uitpakt. Want dan zou het knaljaar weer moeten worden. Maar die trend is inderdaad gewoon zichtbaar. En je voelt gewoon dat er allerlei dingen borrelen. Maar vorige aflevering hebben we het helemaal over PayPal gehad. Dus laten we het daar niet nog een keer over hebben. Maar dat soort partijen, die mengen zich nu allemaal in die strijd. En dan wordt het gewoon zaak voor elke andere kleine belegger. Pakken wat je pakken kan, want voor je het weet is het weg tegen deze prijs. Inderdaad. Geen beleggingsadvies trouwens. Inderdaad, inderdaad. En weet je, ja goed, mijn persoonlijke strategie is gewoon dollar cost averaging. Dus gewoon op een wekelijkse basis moet ik zeggen, gewoon wat bitcoin inslaan. Dus maar goed, het Canadese investeringsfonds... Cyberpunk's Holdings, die heeft ook een behoorlijke omzwaai gemaakt. Want ze verkopen behoorlijk wat alternatieve currencies voor Bitcoin. Ether en Monero gaan in de shredder en meer Bitcoin graag. Ja, dan zijn ze ook Bitcoin only. En dat is eigenlijk vooral een opmerkelijk nieuwtje, vond ik. Niet per se dat ze die andere dingen verkopen. Maar dat zijn nu in totaal 276.000 Bitcoin in kas hebben. Bizar. Om aan te geven dat het dus ook een gigantische speler is. En ik had er nog nooit van gehoord. Misschien is dat mijn gebrek, maar... Nee, ik dacht... In het tweede kwartaal hadden ze nog 72.000, bijna 73.000 bitcoin. En nu is daar dus bijna 200.000 of meer dan 200.000 bitcoin bijgekomen. Ja, bizar, bizar. Nou ja, goed, het zijn... Canada is ook wel een belangrijke bitcoin hub, hè? Veel miners, ja. We zien ook wel... Nou, we spreken ook wel eens met Mark van der Sijs natuurlijk. Die zit ook in Vancouver. Bitcoin fondsen zitten daar veel. Je hebt Bitcoin paar. Bull volgens mij. Bull Bitcoin, dat is een grote beurs daar. Qua regulering zijn ze ook wel al een stuk verder volgens mij dan in Amerika. Dus, de bedrijven worden daar gereguleerd als alle andere geldservicebedrijven. Ja. Dus hier in Nederland heb je een aantal andere eisen waar Bitcoinbedrijven aan moeten voldoen. Naast de dingen die ze ook al moeten doen als geldservicebedrijf. En in Canada schijnt het gewoon onder diezelfde noemer te vallen. Ja, maar het zijn ook eigenlijk een soort natural resources. Zoals wij altijd gas hebben gehad in Groningen. Heeft Canada natuurlijk heel veel goedkope stroom. Dus ze gaan die stroom gewoon omzetten in bitcoin. En waarom zou je dat niet faciliteren? We hebben ook gezien in Noorwegen. Die zaten op een enorme olievelden. Ja, Noorwegen heeft die oliedollars of die euro's altijd gehouden. En het is enorm, daardoor is die staatskas ziet er natuurlijk enorm gezond uit. Dus het is als land zijnde ook wel strategisch handig, denk ik, om gewoon bitcoin aan te houden. Ja, of in ieder geval iets van de markt te pakken. Of dat nou beurzen zijn, of dat nou verkopers zijn, of dat nou miners zijn... Whatever, in ieder geval een soort van niche pakken en daar proberen een ecosysteem mee te bouwen. Dat zie ik hier niet meer zo snel gebeuren, helaas. Nee, Nederland heeft altijd mond vol van innovatie en we zijn een kenniseconomie. En weet je wel, maar gewoon puntje bij paaltje ook je eigen administratie goed op orde krijgen. En dus gewoon goed kijken naar kansen in de markt. En want ik denk de overheden en ook banken. Die pas later en verzekeraars die weer heel laat gaan instappen in de Bitcoin-markt. Ja, die gaan of een hele grote. Die gaan gewoon een grote premie betalen aan Grayscale bijvoorbeeld. Die gaat gewoon zeggen: ja, prima. Ja. Je mag best wel. Als je het hebt over het toekomstbeeld waarin zij ook aan de slag gaan met Bitcoin.
Ja, dat, daar ga ik dan even van uit. Hè. Dus dat, dat Bitcoin wel een soort positie krijgt als ja, bewijs van als goud, bewijs van hè, qua, qua legitimiteit. Ja. Qua van het is niet meer, het zit niet meer in het hoekje waarin je het altijd maar moet verdedigen als zijnde een ja, iets wat door criminelen gebruikt zou worden. En dus dat, buiten dat, dat hoekje dat, dat, waarin je altijd moet verdedigen. Ja, ik voorzie wel dat, dat steeds meer staten dat alleen de vraag is natuurlijk, is het strategisch om dat ook openlijk te gaan zeggen? Hè? Dus hè, je vraagt over China. Klopt. Nou, ik kan me niet voorstellen dat China er nu baat bij heeft dat, dat zij heel veel bitcoin hebben. Omdat dan die prijs misschien keihard gaat stijgen. En dat is ook niet in hun belang. Nou, misschien dat ze het in ieder geval niet publiekelijk zeggen van... hey, wij gaan deze dingen 10 jaar vasthouden. Haha, dat geloof ik niet. Nee. Nee, nee. Nou ja, kijk, China is natuurlijk wel een enorme opkoper van goud geweest. Dus of China nu bijvoorbeeld ook mede oorzaak is van die outflow aan, aan goud... Dat, ja, dat is een beetje speculoos, maar ja. China is een opkoper geweest van alles. Staatsschulden, goud. Ja. Stukjes land overal ter wereld, havens... Ja, ze hebben deel van Afrika gewoon qua infrastructuur geheel in handen. En ja, ik vind dat ook wel interessant aan Bitcoin. Dat het gewoon, het is gewoon toch mondiaal. Het is een wereldmarkt. En dit, ja, ieder land... Ja, iedereen heeft dezelfde regels. Iedereen heeft dezelfde regels. En dat is nu bij de finance wereld van nu is dat gewoon niet. En hier is het nog relatief makkelijk om een paar aandelen te kopen bijvoorbeeld. Maar in Amerika moet je bij wijze van spreken eerst een certificaatje halen zus. En een geaccrediteerde belegger zijn voordat je überhaupt aan de slag kunt met je eigen portfolio. Ja. Om aan. En dan heb je het over Amerika. In andere landen is het misschien nog veel moeilijker of niet eens mogelijk. In heel veel delen van de wereld. Ja, en wat bedoel je met iedereen heeft dezelfde regels? Qua protocol bedoel je? Ja, voor Bitcoin. Ja. Als jij een adres hebt bij Bitcoin, dan kun je meedoen. En... that's it. Kijk, inderdaad, er zijn nog steeds mensen in de wereld die geen internet hebben of een mobieltje kunnen gebruiken om Bitcoin te gebruiken. Maar als je eenmaal op het netwerk zit, zijn de regels hetzelfde. Ja. Terwijl jouw regels voor de euro zijn anders dan de regel van iemand die dichter bij de geldkraan zit, om maar wat te zeggen. Ja, dus, dus het is allemaal ongeacht hoeveel Bitcoin je hebt, je bent gebonden aan de regels van het protocol. Oh ja, daar wilde ik het nog even over hebben, want ik zag daar op Twitter wat over voorbij komen. Mensen noemden het een soort van nederlaag voor Bitcoin, dat het institutioneel geld nu interesse toont in Bitcoin. Dat dat over 5 jaar dan ook gewoon helemaal geïnstitutionaliseerd is. Maar dan gaan ze eraan voorbij en dan kan misschien wel het aantal Bitcoin dat straks bij die grote bedrijven staat, dat gaat ongetwijfeld toenemen. Dat kan niet anders, want die hebben gewoon en de know-how misschien, hoe ze er aan moeten komen, en de cash. Maar wat het verandert, zij kunnen niet tornen aan de regels op het netwerk. Zij kunnen niet in één keer zeggen van, oh, er zijn nu in één keer 42 miljoen Bitcoin. Nee. En dat is het grote verschil. Nee, klopt. Ja, en... Hoe zie jij dat? Zie je dat als gevaar? Als zometeen, wij spreken een handje voor grote partijen, afval van die fondsen zoals Grayscale, de helft van Bitcoin in beheer hebben, ik zeg maar wat. Ah, ik zie dat wel als een toekomstige uitdaging voor Bitcoin. We hebben natuurlijk gezien dat een mining pool werd dan ook... er werd gezegd, nou, we gaan als mining pool, gaan we bepaalde transacties gaan we doorlaten en bepaalde andere transacties niet. Dat is natuurlijk een vorm van censuur. En op het moment dat natuurlijk, stel PayPal die koopt zoveel bitcoin in, dan heb je een deel van de voorraad zit dan toch vast in het ecosysteem van PayPal. Nou, maar de PayPal kan natuurlijk inderdaad nog steeds niet bepalen. Kan nog steeds niet de ultimate supply bepalen. Nou ja, als ze 1 miljoen bitcoin hebben, dan hebben ze gigantisch veel wel invloed op de prijs, denk ik. Want als ze dat allemaal in één keer verkopen, dan ziet de prijs er heel anders uit dan als ze dat niet doen. Maar op protocolniveau kunnen ze niet in één keer influence kopen. Ja, misschien indirect. Dus je kunt mensen omkopen natuurlijk, maar dat is een andere Wat natuurlijk, je discussie. Moet altijd zorgen dat als community dat op de ene of meer de developer community ook genoeg fund blijft. En op de ene of meer ook
dat het in ieder geval bijvoorbeeld, je hebt dat met een bedrijf zoals Square. Kijk, Square heeft natuurlijk belang bij dat het Bitcoin-ecosysteem gaat groeien. Die heeft er belang bij dat er zoveel mogelijk op ontwikkeld wordt. Dus die gaat ook devs en talenten gaan ze ondersteunen. En dat is een goede ontwikkeling. Hoe meer bedrijven je hebt die er echt belang bij hebben. Ja, want de incentives kloppen ook. Want kijk, ook als jij 1 miljoen bitcoin hebt en je hebt, dan ben je erbij gebaat dat bitcoin niet in één keer kapot gaat. Dus waarom zou je dat dan willen? Dat is het hele gekke aan dat systeem, vind ik. Ja, en ook Venezuela. Als jij 1 miljoen bitcoin hebt. Ja, als je 1 miljoen bitcoin hebt, dan ga je niet ervoor zorgen dat het allemaal verkeerd loopt, lijkt mij. Zelfs al zou je het kunnen, dat kan niet, maar... Nee, precies. Maar je kunt misschien wel krijgen dat door op de een of andere manier dat er een splitsing komt, bijvoorbeeld in het developer team of zo. Hè? Of dat er geen consensus is over bepaalde technologische verbeteringen. Ik noem maar wat. We zien dat niet. Ja, dat wordt dan op het netwerk uitgevochten worden. Hè? Ja, nou ja, daar heeft Bitcoin is er altijd wel sterker uitgekomen. Dus. Ja. Als dat niet kan overleven, dan was het nooit meant to be. Dat blijf ik altijd zeggen van dit soort... Of dat nou is overheden die regels toepassen of ruzie over bepaalde regels. Als op Bitcoin blijkt dat dat niet aan kan, dan was het nooit de bedoeling dat het groter ging worden. Want dan kon dat niet. Hier moet je allemaal tegen kunnen en voorlopig gaat dat hartstikke goed. Wat ik draai ook nu weer een tijdje Bitcoin Core inderdaad. En... Het is op het oog, ziet het allemaal, zo'n interface. En het ziet er op het oog heel simpel uit. En simpel is niet het juiste woord. Maar het is een vrij conservatieve aanpak van technologie ontwikkelen. En ik denk dat dat juist de juiste stap is. Omdat ze gaan er niet allerlei gekke dingen opbouwen. Of weet je wel, het is gewoon... Nou, je mag er van alles opbouwen, maar de basislaag is... Ja. Je weet wat je krijgt. Nee, maar dat is ook gewoon de kracht, denk ik. En daardoor heb ik er heel veel vertrouwen in. Dat er niet ineens het journaal opent met... Er is een bug in het Bitcoin netwerk. Nou, mocht dat zo zijn, dan kan je dat uiteraard vinden op bitcoinmagazine.nl. We hadden nog een paar kleine nieuwtjes die ik nog even er doorheen wilde doen. In Venezuela, die hebben denk ik trouwens wel andere dingen aan hun hoofd, maar goed... Bij de Pizza Hut kun je daar nu met Bitcoin afrekenen. Alle Pizza Hut afdelingen. Ja, lekker. Dat land wordt geteisterd door allerlei verschillende crises. Maar blijkbaar is dit het moment voor Pizza Hut om te zeggen van... doe mij ook maar wat Bitcoin als je nog wat geld hebt in dat land. Ja, ja, ze doen dat trouwens wel met een tussenpartij. Hè? Dat heet Crypto Buyer. En zij zorgen dus inderdaad... Oh, dat is weer zo'n betaalverwerker die dan het geld gewoon stuurt naar de Pizza Hut. Dus eigenlijk... koopt crypto bij jouw bitcoin en zij betalen... Ja, een beetje zoals Bitpay ook deed, hè? Point of sale oplossing heet dat dan. Ja, dus precies. Het is niet zo dat dat de Pizza Hut franchise-nemers nu bitcoin-hodlers worden. Dan is het helemaal een klein nieuwtje. Maar toch ga je in een land waar het niet goed gaat... vinden ze nog mogelijkheden om met bitcoin aan de slag te gaan. Ik denk dat toch wel belangrijk is dat bitcoin zich blijft manifesteren... en zich blijft ontwikkelen als betaalmiddel. Hè? Dus dat ook het betalen met bitcoin... Ja, dat toch... Bijvoorbeeld, nou goed, ik had met een bekende... had ik via de Blue Wallet... had ik $5 aan bitcoin aan hem gegeven... via de Blue Wallet. En toen, ik had wel een fout gemaakt. Want in de zin van, ik heb dat on-chain gedaan... en dan ook nog 1 sat per byte. Dus het duurde echt 2 dagen voordat hij aankwam. En toen dacht ik, het is natuurlijk ook helemaal geen goede promo voor Bitcoin dit. Aan de ene kant. Nee, niet als je het op die manier doet, nee. Dus de volgende keer je kan een beetje via Lightning gewoon. Ja, je kan wel dan nog uitleggen van, je moet maar eens. Want je kan dit dus ook voor 1 sat per byte met 100 miljoen doen. En ik zei ook van, dat is ook uit nog een beetje verkopen. Normaal kan het via Lightning. Volgende keer kan je beter Lightning even gebruiken. Ja. Dus, goed... Maar ik zei vooral hoddelen en dat ging ik vooral doen. Dus wie weet wordt die $5... Je hebt je plicht weer gedaan als profeet. Hoe heet dat? Priester misschien beter. Bitcoin priester. Er zal vast al een social media account van zijn. Wat we ook zien... Had ik nog laatst? Oh, doe maar.
Ik wilde hem instarten. Wat ik ook zag was, had ik een stukje over getikt, de Oekraïense overheid. Die sponsort een videoserie met uitleg over Bitcoin. Want ze hebben in dat land hebben ze blijkbaar een ministerie van digitale transformatie. Dus die hebben zeg maar een aparte tak van het hele ministeriële gebeuren. Die zich richt op de ontwikkeling digitaal gebied. En die hebben nu met een online serie de Bitcoin, blockchain en ook een paar andere cryptocurrencies geloof ik uitgelegd. Werd gesponsord door Crystal Blockchain, wat ik niet kende. En een bekende Binance. En in die video's werd onder andere uitgelegd hoe een Bitcoin transactie werkt. Dat ze onomkeerbaar zijn en ook niet te stoppen zomaar. Daarnaast werd er uitgelegd waarom er maar 21 miljoen Bitcoin kunnen bestaan. Hoe je het kunt checken dat dat ook echt klopt, waar we het net over hadden. Dat je zelf tot een Satoshi ook nauwkeurig kunt tellen. Dus vanuit de overheid wordt een bepaalde informatiecampagne gesteund. Cool. Om in ieder geval uit te leggen wat dit allemaal is. Gaaf. Kun je je voorstellen dat het ministerie van Financiën dit doet bij ons? Of ministerie van... Nee, maar ja, kijk, hadden we maar een ministerie van digitale transformatie. Ja, daar begint het dan mee. Toch? Ja. Ja. Kijk, en hoeven we niet te doen alsof het daar allemaal perfect geregeld is. Maar wederom, dit is weer zo'n dingetje waarvan ik denk van... Nou, dat doet zo'n land als Oekraïne dan in dit opzicht beter dan in Nederland. Ja. Want why not? Bijna iedereen krijgt hier, denk ik, op termijn mee te maken... Dus waarom niet een beetje informatie verstrekken? Nou moet ik zeggen, als je een beetje googelt, of dat nou bij onze website is of andere websites, je kunt genoeg vinden tegenwoordig in het Nederlands over Bitcoin. Dus het hoeft niet vanuit de overheid te komen. Okay. Maar ik vond het wel een grappig iets. Want in Oekraïne ging ook wel eens geruchten dat ze daar bezig waren met het mijnen van Bitcoin met kernenergie wat overbleef. Ja. Nou, je hebt sowieso... Dus er zijn wel een paar van die koppelingetjes te maken. Nou, je hebt sowieso wel een paar grote mining sites daar, begreep ik. En het is interessant inderdaad. Ik denk toch dat het voor een bepaalde groep mensen een bepaalde legitimiteit met zich meebrengt. Zodra de overheid zegt van, jongens, Bitcoin is goed. Ja, dan heb je een bepaald soort groep mensen die wij ook niet bereiken. Dus dat zijn echt 60, 70-plussers. Maar je hoeft niet goed te zeggen, hè? Je kunt gewoon zeggen wat het is en dan kan iemand zelf zijn conclusies trekken of die dat überhaupt wel interessant vindt. Ja, eens, inderdaad. Is ook zo. Dus laten we even verder gaan. Een paar nieuwtjes over Bitcoin op beurs op laagste punt in de laatste twee jaar tijd. Dus dat is eigenlijk ook wel een trend van de afgelopen paar maanden toch wel, hè? Dat mensen Bitcoin opnemen. En zelf opslaan of in ieder geval in cold storage opslaan. Want ze halen het van exchanges af. Ik moet eerlijk zeggen, ik sprak ook iemand anders vandaag. En die zei, eigenlijk is dat nog steeds wel een beetje... Moet het beter geregeld worden? Hij vertelde over iemand die hij kende die 1,7 bitcoin had verloren. Ook omdat zijn harde schijf hier was corrupted geraakt. Hij had nooit netjes zijn seeds opgeslagen. Ja, het zijn allemaal die basisdingen, maar je moet het wel allemaal even doorakkeren en doornemen en backups maken. Maar weet je wie dat dan moet regelen? Hm? Hij zelf. Nee, klopt. Maar niet iedereen kan het zelf regelen. Nee, klopt. Daar ben ik dus niet. Klopt. Nee, maar dus dan, je hebt ook gewoon mensen wel, nodig die dat gaan doen. Nou ja, je hebt natuurlijk gewoon mensen zoals of bedrijfjes zoals Casa. Ja, ik zou het persoonlijk ook daar niet... Want je moet dan altijd wel weer een derde partij vertrouwen natuurlijk. Maar ik denk toch dat dat in sommige gevallen gewoon werkt. Ja, misschien wel. Ik vind het vooral wel opmerkelijk, want de koers staat nu op de hoogste punten ooit. En er is geen nieuwe inflow naar beurzen om het maar te verkopen tegen dit bedrag. Ja, ja. Dus een goede trend lijkt me. Nee, precies. Dus een andere trend is toch dat de geregistreerde, ik moet zeggen de gereguleerde beurs CME, dat is de grootste futures aanbieder... volgens mij ter wereld. CBOE was de eerste, maar CME die had een eind 2017 de eerste futures brachten ze op de markt. Ja. En ze zijn inmiddels ook wel groter dan bijvoorbeeld een OKX, wat een ongereguleerde beurs is. Dus Binance is grijs. Ja. Die staat op nummertje 3. Ja, Binance is inderdaad een beetje... Ze zijn natuurlijk... Daar is ook een hele hoop om te doen. Omdat... ze hebben natuurlijk gewoon... Ze kunnen zeg maar op het BitMEX traject komen... op het moment dat
dat de FBI kan aantonen dat er gewoon 1 miljoen Amerikanen elke maand inloggen bij Binance, hebben ze een groot probleem. Ja, ze zijn nu met zo'n campagne bezig. Hè, dat je binnen, het zal nu nog een weekje zijn ongeveer. Dan moeten alle Amerikanen van Binance.com af. En dan kun je verder eventueel op .us, want die is wel dedicated met de juiste regeltjes in Amerika. Ja. En anders dan heeft Binance een probleem en de Amerikanen in kwestie waarschijnlijk ook. Maar CME dus de grootste Bitcoin future market op dit moment. Dat zegt ook wel wat, Robin. Dat in ieder geval de... Ja, ik denk dan altijd van oké, dus al die beleggingsfondsen, al die bestaande spelers uit die traditionele wereld, die beginnen Bitcoin dus ook te ontdekken via futures. Nou, ze kunnen er in ieder geval bij daar in hun dashboard. Ja, het is bekend, weet je wel. Of je daar nou granen, aardappelen of tulpen of zilver, goud, whatever. Je kunt dus nu ook speculeren met Bitcoin. En we krijgen nog wel eens regelmatig vragen over wat is dat nou, futures. Ja, je speculeert eigenlijk op een toekomstige prijs. Of dat nou een lage prijs is of een hoge prijs. Je sluit een contract af waarbij je de voorspelling doet dat de prijs dan en dan zoveel is. En nou ja, goed, een beurs kan daarmee eens. Dan is iemand anders die dat contract met je aangaat. Hè, dus stel dat jij pre-corona had gezegd, Nederland gaat met een aardappelenoverschot. Want dat is nou eenmaal zo. We hadden de restaurants waren al heel lang dicht. Die namen geen aardappelen af. Aardappelenprijs daalt. Nou, als jij dat had voorspeld in de future, dan had jij goedkoop aardappelen kunnen inkopen. Medio 2020. Nou, anyways. Zo werkt dat. En miners gebruiken het ook. Hè? Dus door middel van de... Om te hedgen. Ja. Dus zij kunnen zeggen, oké, ik noem maar wat. Mijn kostprijs voor Bitcoin is ongeveer $4,000 of $5,000. Weet je, ik heb er $10,000 voor nodig om gewoon profit te maken. Nou, dan kun je via een future vastzetten. Groeiende markt dus ook. Wederom weer een aspect in het Bitcoin-ecosysteem die groeiende is. En waarin nu dus eigenlijk een wat oudere partij het voortouw begint te nemen. Ja. Dus, het begint bijna op een legitieme business te lijken wat we aan het doen zijn. Hè? Ja, nou ja, goed. We weten allemaal dat Bitcoin voor criminelen is. En je moet vooral niet in beleggen. Want het is gewoon vies, vuil geld. Voor het laatste nieuws, ga naar bitcoinmagazine.nl of volg ons op de socials. We hebben een hele leuke Telegram groep vol met enthousiastelingen. Vooral als hij door de all-time high gaat. Yep, gifjes zijn weer toegestaan, dus je kunt naar hartelust je blijheid delen. Je kunt ons vinden op YouTube, Twitter, Facebook, etc. En vergeet de podcast niet te volgen en zo. Nou, hoddel aan en op naar de echte all-time high, hè, boven de 20.000. Yes. Hold on till you die.